Annelies is ook hier. Op naar Beringen, hè? You coming to Five Guys? Maar het was wel lekker, hè? Goedemorgen. Of ik zal zeggen avond. Het is 6:10. We hebben een hele luie dag gehad vandaag. Zalig, zoals even lui wezen. Maar we gaan zo dadelijk vertrekken naar Beringen. We gaan mijn zusje ophalen. En dan gaan we die naar Antwerpen brengen, naar Kot. Plus we gaan eten bij Five Guys. Woehoe! Kijk ik keihard naar uit, die in Antwerpen is geopend. En als we in Amerika zijn, eten we altijd Five Guys, want we vinden dat super lekker. En nu zei mijn zus in de week van, ja, gaan we ook niet eens eten? En ik zei, ja, is goed, wanneer gaan we? Toen zei ik, anders brengen we je zondag naar Kot. En dan gaan we ineens daar eten. Woehoe, kijk er echt naar uit. En ik heb ook keiveel honger. Dus dat komt goed uit. En ik ga jullie natuurlijk weer meenemen. Hey Sheldon, komt je ook mee naar Five Guys? Sheldon? You coming to Five Guys? Hè? Huh? Ja? Yeah? Nee? Oké? Komt gij? Telefoon! Komt gij mee naar Five Guys? Nee? Niemand? Kijk wie hier is. Yo. Hey! Sam is wat productiever geweest dan mij vandaag. Ik heb vooral weer geslapen en gechilled. Ik heb mijn outfit nog geswitcht, want het is echt veel kouder dan ik dacht. Hoe koud zou het zijn, hoor jong? -3 of zo. -3, oeh. Maar ik heb kou. Ik heb een rode rolkrachttrui aangedaan van ASOS. Mijn bandje van Totally Too. Broek is van de Lidl. En sneakers zijn van Totally Too ook. Oh man, op naar Beringen, hè. Het land naar Antwerpen. I could stay like this, forever following you. Just don't. Okay, we zijn nu bij een sushi restaurant. We hebben besloten dat we eerst als voorgerecht sushi gaan eten en dan gaan we als hoofdgerecht hamburgers eten bij Five Guys. Annelies is ook hier ondertussen. En ik had keiveel goesting in sushi, dus ik zei ik ga een paar sushi eten. En dat is hier zo'n tof systeem met die banden. En dan doen we het ook wel alle twee. We doen ze allebei, ja, zo zijn we. Alles voor eten. Hè. We zijn ondertussen bij Five Guys, maar ons eten is net op. En toen dacht ik, oei, ik heb niks gefilmd van ons eten. We hebben wel nog drinken. En we hebben ook nog een zak met frieten. Letterlijk een zak. Ja, dat was echt, we hebben 3 kleine frieten besteld en die zak zat echt zo helemaal vol. Frieten, maar het was wel lekker, hè? Wat jij? Little bacon burger. Jij? Gewoon hamburger. Ja, en ik had, wat had ik? Bacon burger gewoon. Hashtag klopt, dat is te cute. Sheldon is echt te cute. Ja,
krijgt heel veel aandacht hoor. Ja, maar ja, we kunnen natuurlijk moeilijk een meet and greet in een park of zo doen en Sheldon meenemen. Ziet je Sheldon al aan de leibandje zo? Ja, allee, zelfs oh, grappig, voor een kat is dat wel zielig. Je kunt wel zeggen, we doen dat in een zaal of zo en we nemen die mee. Maar ja, ik weet niet, dat is ook, langs de ene kant is dat ook wel zielig. Ja, het is niet gemakkelijk denk ik om, om katjes mee te nemen. Kat, hè? Ja. Honden meenemen zou nu net iets makkelijker zijn. Al zou Sheldon wel de aandacht van de mensen leuk vinden. Oh ja, zeker. Je zou echt van de aandacht genieten. Zeker, met die leuke. Ja, als iedereen die dan wil aaien en wil pakken en over zijn neusje wrijven, dan zou die echt in de zevende hemel zijn. Dus we zullen er eens over nadenken. Moesten we een oplossing vinden ooit, ja, dan doen we dat, ja. Ja, inderdaad. Dankjewel Sharon voor de comment of the day! En als jullie ook een comment of the day willen worden, schrijf dan zeker iets leuk hieronder. En misschien komen jullie wel tevoorschijn in een van de volgende vlogs. Yeah. Wij gaan ook de vlog nu afsluiten.